Welkom bij het COVID Event Risk Model webinar. Mijn naam is Touya Beyer en ik neem u graag mee doorheen deze presentatie. Zoals vorige week aangekondigd, geven we u graag wat extra toelichting omtrent het COVID Event Risk Model. Waarom is het ontstaan? Wie lag aan de basis ervan? Wat is het en hoe werkt het? En, ook belangrijk, wanneer is het beschikbaar? De evenementiële sector is de afgelopen 15 jaar enorm gegroeid in België. Onderzoek van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool leert dat er jaarlijks maar liefst meer dan 77.000 events georganiseerd worden in België. We houden van evenementen, van personeelsfeesten tot koersen, festivals, beurzen, congressen. Het is net die brede waaier aan evenementen die ons uitnodigt en toelaat om te verbinden, ontmoeten, ontdekken, beleven en te leren. Een gezonde, professionele, brede evenementiële sector is dan ook essentieel hiervoor. En Toerisme Vlaanderen en Event Vlaanders werkt daar graag aan mee. We kunnen natuurlijk niet ontkennen dat COVID-19 een verstrekkende impact op onze sector heeft. De anderhalve meter economie, in combinatie met vaak een lange voorbereidingstijd voor evenementen, maakt het extra uitdagend voor deze sector om op te starten. Maar anderzijds is het ook net die sector die alle expertise en know-how in huis heeft om evenementen veilig te organiseren. Dit was dan ook de aanzet om een doordachte oplossing uit te werken. Een oplossing waarbij volksgezondheid centraal staat. Ook zoals bij de heropstart van het hele publieke leven. We beseffen dat het niet mogelijk is om evenementen op dezelfde manier te organiseren als vorig jaar. Elk onderdeel van het evenement moet je bij de voorbereiding opnieuw onder de loep nemen, herbekijken en eventueel ook anders uitwerken. We zijn dan ook heel blij dat dit project een co-creatie geweest is vanuit de sector, in combinatie met een wetenschappelijk panel die voor de wetenschappelijke onderbouwing zorgde, en de overheid, in overleg met het departement sport, cultuur, maar ook de verdere brede evenementensector. We hebben het traject ook samen doorlopen met GEES, die het COVID Event Risk Model hebben voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. Wat is het COVID Event Risk Model nu? Het bestaat eigenlijk uit twee belangrijke pijlers. Enerzijds het COVID Event Protocol en anderzijds de COVID Event Scan. Het COVID Event Protocol is een gids voor alle publieke en private organisatoren om hun events COVID-veiliger te maken. Het is een gids voor alle evenementen, ongeacht de type of de grootte van het evenement. En zo kan elke organisator nagaan of het haalbaar is om zijn of haar evenement te kunnen organiseren, gezien de huidige maatregelen en welke eventueel extra inspanningen nog genomen kunnen worden om het evenement zo COVID mogelijk en veilig mogelijk te organiseren. Het protocol is ook een aanvulling bij de COVID Event Scan. En de COVID Event Scan is een online tool voor organisatoren waarbij zij echt hun COVID-veiligheidsscore kunnen berekenen. Het is een beheersmodel en het verschaft eigenlijk inzicht in de COVID-veiligheidsrisicoscore van uw geplande evenement. De online tool werd in eerste instantie voor de organisator zelf ontwikkeld, maar het kan ook als hulp- en adviesmiddel gebruikt worden voor de lokale overheden, zodat zij een meer onderbouwde risicoanalyse van evenementen kunnen maken en kunnen bijhouden wat er op hun evenement of hun grondgebied allemaal georganiseerd wordt. Het is eigenlijk dus de combinatie van het protocol en de event scan die het COVID Event Risk Model maken. Vanaf 1 juli kan elke organisator het COVID-19 veiligheidsrisico berekenen via de website. Het COVID Event Protocol. In het eerste deel worden de gouden COVID-eventregels voor het organiseren van een zo COVID-proof mogelijk evenement. De maximale fysieke afstand is hierbij erg belangrijk, waarbij je gaat kijken naar hoe de mensen zich doorheen het evenement bewegen en hoe je gaat garanderen dat die maximale afstand ten allen tijde gegarandeerd wordt. Kan je ook controleren hoe de mensen op je evenement toekomen en ook weer weggaan. Heb je altijd een idee van het aantal mensen dat aanwezig is op je evenement. Hoe garandeer je de maximale hygiëne, zowel de persoonlijke hygiënemaatregelen voor de deelnemers, mondmaskers, handgels en dergelijke, maar ook de hygiëne van de voorwerpen waar mensen mee in contact komen op het evenement. Hoe hou je die zo zuiver mogelijk? Kan je genoeg ventilatie voorzien? Is er genoeg toevoer van verse zuurstof, verse lucht die essentieel is? En uiteraard is het de maximale data voor je
evenement, van de mensen die je evenement bezoeken, erg belangrijk. Kan je hen voor het evenement, tijdens en na het evenement voldoende op de hoogte brengen, zowel van de maatregelen die jij als organisator genomen hebt, maar ook van de verwachtingen die je hebt van je deelnemers tegenover het evenement. Een goede database met al die gegevens zorgt ervoor dat je ook na het evenement met hen kan communiceren en hen op de hoogte kan houden indien het nodig is. In het tweede deel worden dan weer concrete richtlijnen en meer duiding gegeven bij de 20 gedefinieerde parameters in de COVID-eventscan. Deze parameters vormen de bouwstenen van de online tool. Naast de 13 parameters die eerder als kenmerkend voor en eigen aan het evenement beschouwd worden, zijn er ook nog 7 andere parameters die eerder maatregelen zijn die een organisator nog kan toepassen om het evenement nog COVID-veiliger te maken. Per parameter wordt er dan ook ingegaan op de wat, de waarom, het waar, het wie en het hoe. Zo creëer je eigenlijk een overzicht van alle elementen die jij kan toepassen, alle facetten van je evenement en wat je kan doen om het COVID-event veiliger te maken. Het protocol vind je ook in bijlage van deze mail en kan je aandachtig doornemen voor de scan start. Hoe start je nu een COVID-event scan? Eerst en vooral log je in op de website en ga je naar je en log je aan met je uit-ID. Heb je nog geen uit-ID, dan kan je dat heel makkelijk aanmaken op de website zelf. Een account aanmaken doe je door de gegevens van je bedrijf en van jezelf als gebruiker toe te geven. Dit hoef je maar eenmalig te doen, daarna kan je alle evenementen die je wil scannen makkelijk toevoegen. Je kan evenementen onbeperkt scannen. Je hebt ten allen tijde dan de gegevens van het evenement en ook de parameters die je aftoetst en je kan die altijd overzichtelijk bekijken. Op basis van de scan die je doet, krijg je een veiligheidslabel. Dat label geeft ook meteen aan indien er nog verbeterpunten zijn. Als je evenement toch nog iets beter kan, krijg je altijd een aantal punten en zo kan je steeds weer je verbeteren. Je kan ook aanpassen als het nodig is of als het haalbaar is. Voor ons is het erg belangrijk dat het een leermodel is. Dat wil zeggen dat als je als organisator door het invullen van de scan en het doornemen van het eventprotocol steeds bijleert en steeds beter wordt in het veilig organiseren van evenementen. Als je klaar bent en als je vindt dat de score optimaal is, dan kan je het PDF-formulier downloaden en het aan je stad of gemeente bezorgen, indien nodig. Er zijn 3 scores mogelijk. Een rode score, dat betekent dat er een te groot risico is voor het verspreiden van het virus. De format van je evenement is momenteel in deze fase van het virus niet haalbaar. Is je score oranje, dan heb je toch al best wat maatregelen genomen, maar zijn er echt nog wel een aantal tips of verbeterpunten. Bij die score zie je meteen al een aantal verbeterpunten die je kan doen om je score te verbeteren. Een groen evenement is voldoende COVID-veilig en zou kunnen georganiseerd worden. Wat wel belangrijk is, is dat het COVID-veiligheidslabel louter adviserend is en het geeft enkel inzicht in de COVID-veiligheidsrisico van je evenement. Hierbij een visual van hoe de website eruit ziet en hoe je makkelijk kan aanloggen. Je ziet dat je meteen een scan kan maken, maar je kan ook het overzicht bekijken van alle events die je tot nu toe gescand hebt. Je kan het eventprotocol er nog even bij nemen en je kan ook meer te weten komen over hoe het model gebouwd is. Er zijn ook op de website een aantal frequently asked questions te vinden die je zeker kan doornemen en die je wat meer inzicht zullen geven, moest er nog vragen zijn. Voilà, op het einde van de scan zie je dan dat je een groen, een oranje of een rood label hebt en zie je ook duidelijk dat het enkel een advies is en dat het niet de bedoeling is dat je meteen al een evenement kan organiseren. De website zal beschikbaar zijn vanaf 1 juli, maar vanaf morgen, 30 juni, is er ook een helpdesk beschikbaar voor steden en gemeenten waar vragen gesteld kan worden. Je kan daarbij terecht via info@covid-eventriskmodel.be. We wensen je heel veel plezier bij het lezen van al deze documenten en staan je graag bij als je nog vragen moest hebben. Hartelijk dank!